Windows 10 en het verwijderen van iconen op het bureaublad. Meestal is het verwijderen van bestandjes op je bureaublad helemaal geen probleem. Als ik zeg hup, delete, verdwijnt het in de prullenbak, prima. Dat is meestal geen enkel probleem natuurlijk, behalve je komt af en toe wel eens iets tegen wat wel een probleem is om te verwijderen. En mijn motto is: problemen bestaan niet, want voor elk probleem is een oplossing. Zo ook hiervoor. Ik zal je laten zien hoe je dit soort zaken oplost en ook dit gaat verwijderen. Het was zo erg als ik bijvoorbeeld naar de commandlijn ga. Dat is een andere optie die ik heb geprobeerd. En dan ga ik even naar de desktop. En dit is zijn de bestandjes. Wat me opvalt is dat het gaat hier om dit bestand. Het zal wel aan bepaalde rechten liggen waardoor ik het niet kan verwijderen. Ik ga het verwijderen. Kijk vooral even op de video hoe ik dit oplos. Ik heb een computer. Daar heb ik Windows 10 op geïnstalleerd en Ubuntu. Het probleem is met Windows 10 dat er een file op mijn bureaublad staat en die kan ik onder Windows 10 niet verwijderen. En ik ga kijken of dat onder Ubuntu wel kan. Ik ga even naar mijn desktop en ik heb hier de betreffende file. Ik ga naar Properties en die kan ik dus onder Windows 10 met geen mogelijkheid verwijderen. Zowel niet in de grafische omgeving als op de command line. Nou, eens even kijken of het met Ubuntu wel lukt. Move to Trash. En ik zie dat die verwijderd is. Even kijken of die hierin voorkomt. Hier staat hij. Nou, maar meteen even weggooien. Delete. Nou, als ik nu weer ga opstarten met Windows 10, zal je zien dat de file verdwenen is. Ik ga nu de computer even opnieuw opstarten met Windows 10. Hallo, ik heb Windows 10 weer opnieuw opgestart en ik ga even kijken of de file die ik wilde verwijderen inderdaad weg is. Nou, de file die stond hier. De file is verwijderd, dat heb ik gedaan met behulp van Ubuntu. Je kan ook zien in de prullenbak dat de file niet meer aanwezig is. En het is dus helemaal uit het systeem verdwenen, wat ook de bedoeling is. Bedankt voor het kijken naar de video. Mocht je de video leuk vinden, deel hem op social media. Op Facebook, Twitter, noem maar op. Abonneer je op het kanaal, er komen meerdere tips over Windows en Linux. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.